We willen graag weten hoe u omgaat met de COVID-situatie. Heeft u al COVID gehad, COVID-19, of iemand in uw directe omgeving? Nou, ik heb al eerder COVID gehad. En net wat we zeggen, we moeten de COVID-maatregelen in acht houden om de besmettingen zo laag mogelijk te houden. Ik was in thuisquarantaine en ik heb alles gedaan wat ik dacht dat goed was in mijn voordeel. Dus actief blijven, goed eten en drinken, veel drinken en fruit gebruiken en vitamine C. En hoe ging de rest van het gezin daarmee om? Was het makkelijk voor u om u af te zonderen van het gezin of waren ze samen met u in quarantaine? Nou, ik was afgezonderd in een aparte ruimte, omdat ik mijn gezin eigenlijk niet wilde besmetten. Dus ik was afgezonderd in een aparte ruimte. Heeft u ervaring gehad met COVID-19 of iemand in uw naaste omgeving heeft die al COVID-19 gehad? Ja, toch wel. Het is een heel bizarre situatie. Ik zou niet in de plaats van die persoon willen, want je bent geïsoleerd, je bent in een kamer, je kan niks doen. Het is zelfs een straf. Dus ze moeten rekening houden en dat je niet opgelopen wordt. Eerste instantie waren ze bang toen ze hoorden dat ik COVID had. Maar gaandeweg de dagen hebben ze het wel geaccepteerd en zijn ze bewuster geworden ook dat COVID hebben eigenlijk niet makkelijk is. En ik heb het ook al eerder gehad, dus wil ik mijn ervaring graag delen. Ik ga je wel eerlijk zeggen, ik hield me altijd aan de maatregelen, maar andere mensen sowieso niet, dus dan de mensen om je heen, via hun ga je het toch kunnen krijgen. Maar wat ik zou willen delen is om op tijd medicijnen te gebruiken, osteoarthritis. Ja, en dat zo'n beetje. Ik heb zelf geen COVID mogen oplopen nog, hopelijk niet. Maar wel 1 tot 2 personen welke dat wel hebben opgelopen. En de ene persoon is een vriend van me, die niet heel hier vandaan woont en of staat. En bij hem was het in dit geval een lichte COVID-variant, om het dan een benaming te geven, waarbij hij gewoon thuis vertoefde en zijn ding deed. Zijn pijnstillers innam en een heel klein beetje osteoarthritis tegelijkertijd, en waarbij hij na een dag of 5, 6 weer in orde met hem kwam. Hij vertoefde in een aparte kamer en dingen werden hem aangegeven, met name eterij. Jawel, ik heb wel wat mensen gehad die COVID hebben gekregen. Dus, en ik heb het nog niet gehad. Ik probeer me aan de regels te houden. De Moana-regels doe ik. Dus mondkapje, handen wassen, afstand houden. Dat probeer ik te doen. En ik heb er geen last van. Ja, mijn zoon heeft het gehad. Ja. Hij moest ook in quarantaine gaan. Hij moest 10 dagen in quarantaine gaan en heeft het overleefd. Hij was dus in thuisquarantaine? In thuisquarantaine, ja. Basia. En hoe heeft u dat opgevangen? Had hij de ruimte om zich daar af te zonderen? Hoe ging de rest van het gezin daarmee om? Ja, de ruimte wel. Hij zijn kamer is hier en we gingen hem... Ja, als hij wat nodig had, dan ging hij roepen of appen. En dan brachten we hem zijn eten of zijn drinken voor hem naar de kamer toe. Heeft u al COVID gehad of kent u iemand in uw naaste bijzijn die COVID heeft gehad? Ik heb zelf geen COVID gehad en ik ken wel mensen, ja. En hoe bent u daarmee omgegaan? Zijn ze in thuisquarantaine geweest? Ja, sowieso. En beide personen waren eigenlijk gevaccineerd. En ja, ze hebben toch COVID opgelopen. En hoe hebben ze thuisquarantaine eigenlijk opgevangen? Hoe zijn ze ermee omgegaan? Het huis heeft een aantal kamers. Dus degene die eigenlijk ziek was, die bleef dus apart. Sowieso apart. Die waren ook kleintjes erbij. Dus ja, vandaar. En u heeft geen ervaring met iemand die in thuisquarantaine is geweest? Binnen mijn familie ook zijn 3 mensen thuisquarantaine gehad. Maar ik ben ze niet gaan bezoeken. Het is een naaste familie van me. Ja. Dus, maar ik ben wel niet naar gaan bezoeken. Ze hadden genoeg ruimte om zich af te zonderen van de rest van het gezin? Toch wel, ja. Ze waren in huis, binnen. En dan hebben ze aan de regels gehouden. Ze zijn genezen, ja. Hoe ik ermee omga? Nou, ik ben voorzichtig. Zoals je ziet, ik heb een mondbedekking op.
Ik probeer zoveel als mogelijk mijn handsanitizer te gebruiken. En ik ben volledig gevaccineerd. Trouwens, iedereen thuis bij mij is volledig gevaccineerd. En de richtlijnen probeer ik dan zoals zo nodig te volgen. En hoe ik het ervaar? Eigenlijk zou ik willen zeggen, het is een beetje moeilijker geworden als het ware. Door de meeste maatregelen en zo die er getroffen worden, is het moeilijk voor schoolkinderen, voor werkenden. Het is voor iedereen moeilijk, een moeilijke periode. Ik vind het alleen maar een beetje lastig dat mensen ongehoorzaam zijn en dat er zulke grote feesten zijn georganiseerd met rare gevolgen van dien. En ik hoop dat men gaat luisteren. Heeft u misschien een tip voor mensen die eigenlijk preventieve maatregelen om geen COVID-19 te krijgen? Ja, het enige, houd aan de regels. Wat ik zou zeggen, hou je aan de maatregelen, want het is echt geen leuke ziekte. Vooral hoe de mensen december hebben gefeest en zo, wat die COVID-positieve gevallen stijgen ook. Liever voorkom je het dan dat je het al hebt. Begrijp je? Dus dat zou ik willen zeggen. Ik hoop dat er niet zoveel mensen sterven. Ik hoop het. Maar ik wil ook aan de samenleving zeggen dat ze moeten luisteren naar die richtlijnen. Want het is echt van belang om dat te doen.